Regio 8 blikt in een eindejaarsinterview met burgemeester Joost van Oostrum vanuit fietsenwinkel Woest en Borculo terug op het jaar 2023 in Berkelland. Het was het jaar waarin Berkelland werd geteisterd door weersextremen, raadsleden ageerden tegen piemelknuffels op een kermis en waarin het vak van burgervader verder onder druk kwam te staan. Ja, het ambt van burgemeester is vele malen zwaarder geworden ten opzichte van de jaren dat ik begon. En ik kan daar redelijk over oordelen. Ik ben in 2007 burgemeester geworden. Dus dat is bijna 17 jaar geleden. En het vak is fors zwaarder geworden. En aan de ene kant is dat niet erg. Maar als het zwaarder wordt met middelen waar je, vanwege onderwerpen waar je eigenlijk nauwelijks invloed op uitoefent, dan wordt het wel een zwaar vak. En je ziet het nu ook. Daar waar de burgemeesters gezocht worden, het aantal sollicitanten loopt echt terug. En we zijn binnen het genootschap van burgemeesters ook echt op zoek naar hoe ga je mensen motiveren om in dit vak te stappen. De bedreigingen in privésfeer zijn redenen voor burgemeesters om te twijfelen aan hun toekomst. Maar wat Van Oostrum nadrukkelijk steekt, is dat hij wordt opgezadeld met landelijke problemen. Het kabinet laat steken vallen in mijn ogen, op heel veel dossiers. En dat betekent dat de problematiek in de gemeente uiteindelijk wel opgelost moet worden. Het is aan de politiek om keuzes te maken over bijvoorbeeld de instroom van vluchtelingen in Nederland. En daar moeten ze in Den Haag moeten ze die keuze maken, maar wij als burgemeesters mogen het oplossen. Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, wij als burgemeesters mogen het oplossen. Er wordt de wet uit 1953 van stal gehaald, die burgemeesters in positie brengt om daar oplossingen voor te bieden. Stikstofcrisis, idem dito, leidt tot grote verdeeldheid in onze samenleving. En zeker in een plattelandsgemeente als Berkelland. Boeren die zich ernstig zorgen maken over de toekomst. Maar ook mensen die zich ernstig zorgen maken over de natuur. Het kabinet moet met besluiten komen. Dat gebeurt niet. Dat betekent dat wij als gemeente keuzes moeten maken. Met name de toekomst van boeren zorgt voor veel emoties. Die dan weer op het bordje van de gemeente komen. We hebben natuurlijk insprekers gehad ook over ons bestemmingsplan buitengebied. Dat echt ondernemers echt komen met verhalen van ik moet iedere 5 jaar opnieuw mijn hypotheek bevechten bij mijn bank om mijn bedrijf overeind te houden. Nou, zo'n ondernemer die wil zekerheid en die snapt heel goed dat hij geen zekerheid krijgt tot de eeuwigheid. Maar je zou maar varkenshouder zijn in Nederland en iedere 5 jaar opnieuw met je bank in de slag moeten of je hypotheek overeind houdt. Want het niet overeind houden van de hypotheek betekent einde bedrijf. Als gemeente zien we die problematiek en kunnen maar een heel klein beetje bijdragen aan de oplossing. En dat legt zware wissel op gemeentebesturen en ook op burgemeesters. En dat zijn vragen waar je ze nu dan afvraagt van ja, ben ik nog in staat om goed mijn rol te kunnen vervullen? Ook als burgervader, als ik door de politiek van Den Haag ook gedwongen word om in bepaalde politieke posities terecht te komen waar ik helemaal niet terecht wil komen. Van Oostrum kwam zelf het afgelopen jaar onder vuur te liggen. Voormalig VVD-raadslid Kevin Hauser betichtte de burgemeester van niet integer handelen. Nou, gelukkig uit onderzoek is gebleken dat daar geen sprake van is. Maar dat zijn geen leuke aantijgingen. Ik sta echt voor integer bestuur. Open, eerlijk, transparant. Ja, en dan is zo'n aantijging, die komt echt heel hard binnen. Niet alleen bij mij als burgemeester, maar ook bij mij als persoon. Dat doet echt iets met je. Nou, en dan is het heel fijn om te constateren dat je inderdaad gewoon gehandeld hebt zoals je hoort te handelen als burgemeester. Dat is wel meteen een punt van zorg die ik ook meteen heb en je merkt dat meer in het land. Men roept vrij makkelijk van ach, niet integer. Als politiek heb je sowieso al best wel moeite om in Nederland geloofd te worden. En dan helpen dit soort aantijgingen helpen niet. Dus dat was toch wel een zwarte bladzijde in mijn carrière hier als burgemeester in Berkelland. Huidige Berkellandse BBB-raadsleden haalden dit jaar het landelijke nieuws met een bijzondere oproep. Zij vonden namelijk dat piemelknuffels op een kermis verboden moesten worden. Ik denk dat de aandacht die het gekregen heeft door de kermisexploitanten met veel gejuich is ontvangen. Want werkelijk waar, of ik nou op de kermis in Borculo kwam of in Eibergen, zelfs bij de schiettent in Gelselaar ging het erover. Welke prijzen ze te winnen? En ik heb kermisexploitanten horen zeggen, burgemeester, ik heb zo'n spijt dat ik ze niet heb. Maar ik snap ook heel goed de zorg die erachter ligt, want daar ging het uiteindelijk om. Het ging niet eens om de knuffel, maar het ging om de zorg bij raadslid Winters die erachter zit van ja, hoe ga je om met kinderen en seksualiteit? Nou, en ik vind dat die zorg die hij daar heeft, die moet je wel kunnen bespreken met elkaar. En dat is eigenlijk ook ondergesneeuwd. Kritiek op de knuffels was er wel, maar het lukte de Berkellandse politiek ook dit jaar niet om een definitief besluit te nemen over de sporthal bij de Menen.
Als burgemeester moet je soms op je handen zitten, Domine. Dat is niet altijd eenvoudig. Maar het lijkt mij heel verstandig dat ik geen uitspraken doe over de sporthal Ruurlo. Ik zie wat het doet in de Ruurloze samenleving. Ernstig verdeeld. Men heeft echt behoefte aan gewoon uitspraken. En eigenlijk heeft men gewoon behoefte aan snel bouwen van een nieuwe sporthal. Maar ja, de locatiekeuze is een ingewikkelde. Want dat betekent dat je grote investeringen doet als gemeente. En dan wil je als gemeenteraad wel het gevoel hebben dat je de juiste beslissing neemt. Ja, en dat kost soms wat meer tijd dan je van tevoren hoopt. Laat ik het daar maar bij laten. Maar ik hoop oprecht voor de inwoners van Ruurlo dat we begin volgend jaar een besluit kunnen nemen. Want dan hebben we nog tijd nodig om uiteindelijk ook die sporthal te bouwen. Een gebeurtenis die veel indruk maakte op Van Oostrum was een verwoestende woningbrand bij een appartementencomplex aan de Koningsbult in Eibergen. Word je op vrijdagavond word je gebeld. Van ja, burgemeester, een flatbrand. En nou, een kwartier later sta ik in Eibergen. En een uur later mag ik de mensen vertellen die daar in de school als opvanglocatie waren opgevangen. Van ja, de komende dagen in ieder geval niet naar huis, maar het kan wel eens heel lang duren. En bij sommige mensen heeft het echt maanden geduurd voordat ze eindelijk weer terug konden naar huis. Dat zijn geen leuke boodschappen. Maar daar worden we wel voor opgeleid, hè? Want we moeten er zijn, ook als het gaat in tijden van crisis, zeg maar, als burgemeester. En dan hoop je ook dat je de goede dingen doet, hoe moeilijk ook. Want het is geen leuke boodschap om tegen mensen te zeggen van je mag voorlopig niet naar huis. Gelukkig hebben we toen wel kunnen regelen dat mensen nog wel wat spullen konden ophalen thuis. En ja, dan moet er onderdak geregeld worden. Onderdak werd er dit jaar ook gevonden voor vluchtelingen, onder meer in Rekken. Dit zorgt weer voor kritiek onder inwoners. Die vinden dat er te weinig huizen zijn voor de eigen jongeren. Dus ik snap die ongerustheid wel en ik snap die zorg ook wel. Het is aan ons om daar het goede antwoord op te geven. Ja, we zijn er ook voor de jongeren die straks een huis willen hebben in Berkelland. Daar wordt voor gebouwd. En dan gaan we de komende jaar 875 woningen bouwen. En als we de 1100 kunnen bouwen, bouwen we de 1100. En aan de andere kant moeten we ook ons realiseren dat er in de wereld heel veel mensen op drift zijn. En die behoefte hebben aan veiligheid en zekerheid. En ook daar worden wij via Den Haag als gemeente op aangesproken. Dus ja, dat is best een balans die je dagelijks moet zoeken. Na jaren leegstand kreeg de oude TBS-kliniek in Rekken dit jaar ook invulling. Verslavingszorg Tactus deed haar intrede. Daar ben ik als burgemeester bijzonder blij mee. Want dat levert ook werkgelegenheid op. Is natuurlijk ook gewoon maatschappelijk vastgoed wat door ons als belastingbetaler is opgebracht. Wat 7 jaar heeft leeggestaan en wat nu weer goed gebruikt kan worden. Nee? En gelijktijdig zie je dus dat er een andere locatie in Rekken leeg stond, al 6 jaar. Ja, die kunnen we nu gebruiken voor asielopvang. Maar dat is niet waar de buurt rekening mee had gehouden. Nee? Ik bedoel, in Rekken is men bekend met allerlei zorgpartijen. Maar deze ja, was toch wel weer een verrassing. Nou, we hebben daar denk ik bijna 1,5 jaar voor uitgetrokken om dat goed en zorgvuldig te doen. En ja, zo is het eigenlijk zoals het moet. En gelijktijdig zie je ook, dat hebben wij ook meegemaakt natuurlijk in het verleden, dat je soms om Ter Apel te ondersteunen, heel kort om even tijdelijk wat ondersteuning moet bieden. En dat is knap ingewikkeld. En dat uitzicht dus ook in politieke uitspraak. Namens 10 Achterhoekse gemeenten is Van Oostrum portefeuillehouder als het gaat om droogte. Maar daar was in ieder geval de afgelopen maanden geen sprake van. En we zijn er ondertussen achter dat je eigenlijk niet alleen over droogte moet praten, maar over weersextremen. Want ja, we zitten nu gewoon in een regenseizoen. Hè? Ik bedoel, de weilanden staan onder water. Er is in oktober van dit jaar 7 keer zoveel water gevallen als in oktober vorig jaar. Dus ja, we zijn met elkaar oplossingen aan het vinden. We doen dat met waterschap en gemeente ook. En dat gaat voortvarend. Vanuit heel Nederland komen ze kijken hoe we dat hier in de Achterhoek doen. Ondanks de negatieve energie zit Van Oostrum volgend jaar in ieder geval nog op zijn plek in Berkelland. Ook hoopt hij dan, na het herstellen van zijn sleutelbeenblessure, weer op de racefiets te zitten. Als ik een boodschap mag geven voor alle inwoners van Berkelland en de Achterhoek, dan wens ik ze een heel mooi 2024 toe. Met iets minder gedoe en iets meer gezelligheid, maar vooral gezondheid. En ik zou zeggen met een knipoog, blijf in 2024 een beetje heel.